Mako Gamers, Lars hier. Goedemorgen en welkom bij een gloednieuwe aflevering van Minecraft Survival hier op Vaku Games. En jongens, gisteren hebben we al flink gewerkt aan het uithakken van mijn gloednieuwe huis. Zoals jullie kunnen zien, de bovenverdieping is bijna helemaal uitgehakt. Hij is bijna zo groot als dat ik hem hebben wil. Het enige lullige is, op dit moment hebben we nog steeds dat hele lelijke stenen vloertje. En dat wil ik helemaal niet. Ik wil er natuurlijk voor zorgen dat dit huis het allermooiste huis wordt dat ik ooit in heel Minecraft Survival heb gebouwd. Wat moeten we daarvoor doen? We moeten er natuurlijk voor zorgen dat het vloertje picobello in orde is. Dat het vloertje mooi is. Dat het vloertje awesome is. En ik heb al een klein beetje zitten denken. Hoe kan ik dit vloertje nou op zijn allermooist krijgen? En toen dacht ik, waarom gebruik ik ook niet weer gewoon dit spul? Dan heb ik meteen aan de onderkant, tenminste volgens mij werkt dat wel zo, is dit meteen, ja kijk, als ik dit stukje steen weghaal, dan heb ik tegelijkertijd een vloer. En aan de onderkant is het dan tegelijkertijd mijn plafond. Is dat awesome of is dat awesome? Dan hebben we een soort vloerplafond dat tegelijkertijd twee functies heeft. Ik vind dat eigenlijk wel heel erg tof. Dus wat gaan we doen vandaag? We gaan proberen om deze vloer, of plafond, ligt er natuurlijk een klein beetje aan van welke kant je het bekijkt, om het eruit te hakken en dan helemaal te voorzien van dit soort stenen. En dat was volgens mij diuriet of aprosiet of hoppel of floppelsiet. Ik weet eigenlijk niet eens precies hoe het heet, maar dat moet er wel inkomen. Ik moet trouwens ook heel snel ziek naar net. Snel naar huis, anders staat er zo meteen weer een creeper op mijn nek. En dan kan ik het weer helemaal overnieuw gaan doen. Hebben we weinig zin in? Hapsakee. Ik heb zo hard gewerkt de afgelopen tijd. Super zonde om dat dan allemaal weer op te laten blazen. Ja, toch. Hapsakee. Hij slaapt gewoon met zijn schep in zijn hand. Sommige mensen slapen met iets anders in hun hand. Dit mannetje slaat gewoon met zijn schep in zijn hand. Moet hij zelf weten. Even kijken. Hebben we dan nog steen? Nee, dan zullen we dat ergens anders vandaan moeten vissen. Ik vind het trouwens nog steeds echt zeer irritant. Moeten we binnenkort ook eens een keertje fixen. Misschien hebben we dan binnenkort wel weer eventjes naar de nether gaan, jongens. Want dan kunnen we eventjes wat meer van dat nether kwarts gaan fixen. Dan hebben we dat ook meteen maar helemaal geregeld. 64 andesiet en nog 16 is 80. Is dat voldoende om dat hele ding uit te hakken? Ik moet trouwens die redstone lamp eventjes in de dure dingetjes mikken. Want anders dan is die zo meteen weer kapot. Moeten we ook niet willen. Is dat voldoende, denk je, 80? Zal toch op zich wel. Wacht even, we kunnen deze gravel trouwens. Kunnen we even hierin mikken. Ik heb de vorige keer namelijk heel veel gravel in die... Ja, dit ding in de vuilnisbak gaan mixen is eigenlijk best wel zonde. Want wie weet komt die gravel ooit nog eens een keertje van pad. Als ik ooit eens een keertje een soort van boerengedeelte wil bouwen in deze wereld. Misschien dat we hem dan nog heel wat nodig gaan hebben. Waarom heb ik dit hier ingegooid? De kobbelsteen moet daar niet in. De kobbelsteen moet hierin. Ik heb niet voor niks... Nee, geen dirt. Ik heb niet voor niks al die kisten helemaal keurig netjes naast elkaar gedaan. Stone moet weg. Ik denk dat we hier net voldoende aan gaan hebben. En anders moeten we het onder de grond waar we even zoeken. Dat is ook wel een dingetje, G. Maar dat maakt er niet zo heel veel uit. Gaan we gewoon lekker weer een beetje hakken. En hakken en bouwen, dat zijn mijn favoriete dingen te doen. Oké, daarboven kunnen we nog heel veel weghalen. Nice. Weten we het ook weer te zitten? Ik wist niet dat het er zat. Weten we het nu, G? Nou, eerst even kijken. Hoeveel bij hoeveel is dit? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. No way dat we dat gaan redden, want dan kunnen we dus 8 van die dingen mee doen. Of zelfs nog minder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan zouden we dit tot ongeveer hier kunnen doen. Dit stukje kan dan vol. Maar het is een begin. Je moet ergens beginnen. Ja, toch? Trouwens, waar je toch ergens moet beginnen. Wie van jullie, eigenlijk nu toch over het begin gaat. Wie van jullie kijkt er eigenlijk al elke dag sinds het begin van deze serie naar Minecraft Survival of Vaku Games? Laat dat maar eens eventjes weten in de reacties. Want, daar was ik dus al bang voor. Daar had ik er bijna in zo lazeren. Hey! Dat is eigenlijk wel heel erg tof. We hebben weer van dit spul. Levensgevaarlijk hier. Zo met de donder hier naar beneden. Ik denk namelijk, aangezien best wel heel veel mensen 's ochtends deze video's aanklikken, al om 7 uur 's ochtends, dat er best wel een groot gedeelte van de kijkers is die op dit moment heel erg trouw aan het kijken is. En ik heb het normaal gesproken niet zo met trouwe kijkers en vaste kijkers, maar op zich, het is natuurlijk wel pittig cool als je dat doet op deze serie. En ik weet ook wel dat er heel veel mensen zijn die een vaste serie hebben op Vaku Games. Sommige mensen die komen alleen maar voor Minecraft Survival, anderen die komen alleen maar voor Prison Architect, weer anderen die komen alleen maar voor Pokémon. Trouwens, Pokémon is best wel heel apart. Pokémon Sapphire, de serie, is op dit moment de enige serie op Vaku Games die elke aflevering populairder wordt. Ik weet niet hoe het kan, maar het schijnt zo te zijn. En YouTube zegt dat het zo klopt, dus dan zal het ongetwijfeld wel kloppen. Alhoewel, YouTube en cijfers die kloppen, is ook niet echt heel erg betrouwbaar, G. YouTube en cijfers die kloppen is eigenlijk gewoon hetzelfde als Donald Trump die zegt dat hij de verkiezingen op een goede manier gewonnen heeft. Daar klopt eigenlijk ook niet zo erg veel van. Ik ga verder geen Donald Trump afzeiken, maar je snapt wat ik bedoel. Toch? Hè? Ja, klopt ook niet zo erg veel van. Oh, wacht eens eventjes. Ja. Dit is dan geen plafond meer, maar dat moeten we wel weghalen. Dan loopt mijn
bovenverdieping, dus niet helemaal recht. Ja, of ik moet de onderverdieping nog eventjes wat groter maken. Misschien is dat ook wel een dingetje. Maar dat zien we dan allemaal wel weer. Toch, laten we eerst dit maar eens eventjes fixen. Want dan hebben we alle problemen per keer. Dat lijkt me wel slim. We gewoon rustig per aflevering bekijken welk fucking probleem we nou weer aangelopen pakken. Anders ga ik alles weer door elkaar heen lopen doen. En ik ben eigenlijk al zo trots op mezelf dat ik gewoon al 2 afleveringen met hetzelfde probleem bezig ben. Kan ik hier veilig overheen springen? Jazeker. Hopsakee. Kijk, dat ziet er toch tof uit, jongens. Laten we eerlijk zijn. Er komt hier zo'n trap en die komt er helemaal zo naar boven. Oh, dat wordt tof. Dit wordt awesome, dit wordt baas, dit wordt helemaal cool. Hiep, hoi. Mocht je dit trouwens ook een tof idee vinden, knal even een like op deze video. Mocht je dat nog niet gedaan hebben, heel veel mensen doen dat natuurlijk gewoon lekker 's ochtends, maar misschien dat jullie zoiets hebben van... Misschien ben ik het wel helemaal vergeten, G. Dat kan natuurlijk, sommige mensen die vergeten dat soort dingen wel eens. Kunnen ze ook niks aan doen. Ik doe trouwens ook niet door op elke video die ik kijk. Zal ik heel eerlijk zijn. Hopsakee. Bam, bam, bam. Dit moet dan zo... En het mooiste zou natuurlijk zijn dat we het grootste gedeelte van dit al helemaal op hebben kunnen vullen. 36 nog over. Het gaat er knijtersnel met het steen. Heb ik er nog zo weinig van? Blijkbaar wel. Nee, als ik het tafel verkeerd neergezet, dan schiet het helemaal niet op natuurlijk. Kom hier, deze steen hebben we nodig. Deze gaat dan 1, 2... Grom. Het is nog vroeg zeker, daar gaan we allemaal fouten lopen maken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Laten we op zijn minst dit helemaal volgooien. Dan donder ik tenminste niet om de zoveel tijd naar beneden. Oh, we hebben nog 2 over. Ah. Bam. Zo, keurig. Hapsakee. Dan hebben we dat in ieder geval gefixt. Dan kunnen we hier misschien nog eventjes wat extra weghakken. Of we zijn er nou toch? Hm? Want dit hebben we allemaal niet nodig. Kijk eens eventjes. Oh, laat ik vooral niet... Ja, zie je wel. Als ik deze weghakt had, dan was ik naar beneden gelazerd. Ik word wel slim op een gegeven moment. Ik krijg het wel in de gaten. Misschien hebben we wel eventjes naar beneden kunnen springen om te kijken of het hier nog wat van dat anders ziet. Auw. Ergens van dat anders ziet zit. Kijk hier bijvoorbeeld. Laten we dan wel voornamelijk heel snel een torch neerzetten. Want het zou niet de eerste keer zijn dat we gesniped worden door een of andere skeleton die heel erg irritant gaat lopen doen. Dit moet allemaal weggehaald worden. Dat hebben we gewoon nodig als bouwmateriaal. En we gaan, nee, we gaan niet weer die hele grot in. Dat gaan we niet nog een keer doen. Tenminste voorlopig niet. Ik wil dit gewoon eventjes weghalen. Dan hebben we het tenminste als bouwmateriaal. Dan kan ik mijn plafond slash vloer kan ik afronden deze aflevering. Hoeven we onszelf daar ook niet meer druk over te maken. Is ook wel heel erg fijn hoor. Dat geeft mij natuurlijk ook weer een stukje rust. Als er gewoon weer een gedeelte van mijn project af is. Dat is ook wel heel erg fijn voor mij. Want ik word namelijk gewoon heel erg rustig als ik één project af heb. Zoiets van, nou, dan hoef ik mezelf daar in ieder geval geen zorgen meer om te maken. En ik weet gewoon, ik doe alles door elkaar. Ik weet het, het is echt super slecht. Maar het is een beetje mijn stijl. Oké, het is mijn stijl in Minecraft Survival. Laat mij gewoon lekker alles door elkaar heen doen. Oké, G. Moet toch helemaal goed komen. Deze gaat allemaal mee. Laten we een stukje die kant opbouwen trouwens. Anders kunnen we het zo meteen allemaal niet meer oppakken. Want ik wil het wel allemaal meenemen. Oh, wacht even. Dit kunnen we wegscheppen. Dan kunnen we er mooi onder komen. Dat is awesome. Dan laat het zo boven op onze bakken. Tenzij er natuurlijk weer gravel boven ligt. Wat niet de eerste keer zou zijn. Dan stikken we gewoon weer in de gravel. Niet heel erg tof. Ik heb geen zin om 's ochtends om 7 uur als eerste te stikken in de gravel. Ik ben ooit eens een keertje bijna gestikt in de cornflakes. En dat was echt niet heel erg aan te raden. Oh, heb ik trouwens echt zelden cornflakes tegenwoordig. Dat is wel jammer. Cornflakes waren vroeger echt super lekker. Maar dan heb ik tegenwoordig wel een beetje het idee dat het een soort van suikerbommen zijn. Zo van, het is echt gewoon puur suiker om een beetje graan heen. Ik heb echt het idee dat je meer suiker aan het kanen bent en dat je daadwerkelijk iets nuttigs binnenkrijgt. Je zou volgens mij beter de doos kunnen eten van het... Deze gaat nog eventjes weg. Je zou beter de doos kunnen eten van de cornflakes dan dat je normaal gesproken de cornflakes zelf eet. Het lijkt me ondertussen beter gezond. Upsakee, dit gaat allemaal mee. Hebben we nog meer? Oh, hier kunnen we... Ah, nee, laten we het niet doen. 64, we gaan niet weer onszelf helemaal laten verleiden om daar naar binnen te springen. Dat doen we niet nog een keer. 1 keer is meer dan voldoende. Mogen we hier nog doorheen? Alsjeblieft, dank u wel. Dank u zeer. Zo. Dan zijn we tenminste boven. 1, 2. Kunnen we dit ook helemaal dichtgooien? Awesome. Saus. En dan moeten we alleen nog eens eventjes gaan bedenken hoe we dit dan buiten eruit gaan laten zien. Zou het mooi zijn om het met een muurtje te doen? Ik denk eigenlijk van wel. Dan gaan we deze ook nog eventjes weghalen. Want we gaan gewoon alles opmaken wat we hebben. Hier zou je zo meteen naar beneden vallen. Ja, zie je wel. Dan moeten we dit gras ook weghalen. Want dat moeten we ook niet willen. Uitkijken dat we niet per ongeluk de deur slopen. Want dat zal niet de eerste keer zijn dat we de deur kapot maken. En ik ga niet weer lopen kloten met een deur. Ik ben echt ondertussen wel een beetje klaar met die rest van deurs. Deuren. Wel het goede voorbeeld van je geven, Vaco. Je moet wel de juiste vervoeging toevoegen. Anders dan klinkt je echt als iemand die helemaal niet snapt hoe het werkt. Zo. Dit gaat er dan in. Deze gaan er hier tegenaan. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Hoe gaan we het trouwens met de ruiten doen? Zullen we het doen dat het helemaal...
dat het helemaal van onder naar boven loopt. Lijkt mij op zich wel heel tof. Net zoals in die grote paleizen van vroeger. Dan hebben ze van die hele grote vloeren die ze... van die hele grote ramen die ze van het plafond tot aan de vloer doen. Dan heb je van die hele grote lichtinvallen. Op zich is dat super cool. Aan de andere kant is het natuurlijk ook best wel heel erg gevaarlijk, omdat... Ja, het zou natuurlijk zo kunnen dat er een of andere skeleton in één keer voor mijn deur staat en die dan de boel wil komen opblazen. Is ook niet helemaal precies wat we willen. Dus we moeten uitkijken dat de boel wel verlicht wordt buiten, maar dat het niet echt iets weghaalt van de mystiek van de nacht. Is dat diepzinnig? Volgens mij wel. Want ik wil natuurlijk wel dat de nacht donker is, maar niet dat die zo donker is dat de skeletons in mijn slaapkamer gelopen spannen. Want monsters in je slaapkamer is niet heel erg tof. Tenzij je een kinderboekenschrijver bent, dan wel. Oké, dan snap ik het. Dan krijg je daar misschien inspiratie van. Maar ik wil geen monsters in mijn slaapkamer. Zeker niet de Minecraft Survival. In de echte wereld lijkt me wel tof. Om eens een keer een echt spook in mijn slaapkamer te hebben. Moeten we ook eigenlijk niet willen. Misschien dat we kunnen kaarten met elkaar. Gaan we een beetje toepen. Of chansen. Zou dat kunnen? Zou je kunnen toepen met een spook? Ik weet eigenlijk niet. Ik heb nog nooit een spook gezien. Ik hoop ook eigenlijk niet dat ik er ooit eentje zie. Dat lijkt me wel heel vreemd. Volgens mij zou ik dan heel erg heen zijn. Zo van, wat heb jij nog even rare drugs genomen? Moet ik alleen maar zeggen, nee, ik heb gewoon te veel energiedrank gedronken. Ik drink trouwens ook helemaal geen energiedrink meer. Moet ik eigenlijk weer eens een keertje gaan doen. Gewoon lekker een blikje energiedrink. Niet te veel, want dat is niet gezond. Maar één blikje moet toch kunnen, Al ben ik de laatste tijd sowieso al knijter hyper voordat ik Minecraft Survivor opnemen. Geen idee waarom dat is, maar ik denk dat het iets te maken heeft met mijn thee. Ik drink echt zeer veel thee tegenwoordig, dat is wel lekker. Wat vinden jullie trouwens van mijn Bambi-beker? Eventjes helemaal random tussendoor. Ah, heb ik van Brent gekregen, heel lang geleden. Was awesome. Was leuk. En ik kan een hoop in. Dat is ook altijd wel heel erg fijn. Er past precies één blikje energy drink in zo'n beker. Dus jullie zullen nooit weten of dat ik thee drink. Of stiekem een energy drinkje. Daar op zich wel, of deze rookt een beetje. Maar als je energy drank rookt, moet je hem niet opdrinken. Dat is gewoon te gevaarlijk. Dan zit er waarschijnlijk een of andere zeer lethal chemical zit er dan in. En dan brandt gewoon je luchtpijp weg. En dat is ook niet gezond. Sowieso, energiedrankjes zijn niet gezond. Oh, trouwens, over de energiedrankjes. Ik heb ooit eens een keertje, heel lang geleden toen ik in Los Angeles was, heb ik deze gekocht. Voor mij was dat ook gewoon in Nederland hoor. 5 Hour Energy. En daar zit in 8333% van de dagelijks aanbevolen hoeveelheid vitamine B12. Nou weet ik niet precies wat vitamine B12 doet. Maar als je de 8333% van de dagelijkse aanbevolen hoeveelheid van binnen krijgt, ga je volgens mij flink stuiteren. Ik heb het ook niet aangedurfd om hem op te drinken. Ik vind het eigenlijk vrij eng. Het is ook echt knijterzoet. Dat is echt bizar. Oh. Weet je wat dit nou ruikt? Dit ruikt naar hoesdrank. Maar dan echt keer 10. Alsof ze hoesdrank hebben gemaakt, het dan gekookt hebben. Maar waarom ga ik trouwens weer naar buiten? Ik moest slapen. Alsof ze hoesdrank genomen hebben, het 10 keer gekookt, zodat het een soort siroop wordt. En dan de siroop echt gewoon onverdund in dat ding gegooid. In het flesje gegooid. Ik heb ooit eens een keertje per ongeluk, was niet expres. Toen waren we op vakantie, toen was ik nog een heel klein vacootje hoor. Toen was ik een jaar of 8, 9, 10 denk ik. Toen gingen we op vakantie naar de camping, dat deden we wel vaker. En toen moest ik inschenken voor mijn broertje een glas Amaklimonade. Weet je wel, zo'n Amaklimonade die je dan een beetje inschenkt en dan water erbij gooit. Ik was alleen een beetje vergeten dat het aanmaaklimonade was. Ik dacht namelijk dat het gewone limonade was. Dus ik had die gozer een vol beker met gewoon limonade gegeven. En op zich is dat niet zo heel erg lekker. Hij dronk er ook een slok van en dacht, what the fuck, Vaco, wat ben je nou weer mee bezig? Was het een beetje dom van de Vaco G? Kon ik niks aan doen? Oh, trouwens, dit is ook niet heel erg handig. Wat nou stoten kiezen met mijn bakkes? Heb ik nog een pickaxe trouwens? Ik heb niet eens een pickaxe meer. Wat is nou voor onzin? Moet hier eens eventjes naar kijken, jongens. Want misschien hebben we dan eentje nog extra terug moeten doen. Want ik heb geen zin om eindelijk een keer mijn hoofd te stoten tegen die rand. Dan lopen we daar eigenlijk een keer weer tegenaan. Word ik daar weer chagrijnig over? En ga ik daar weer over lopen miepen de hele aflevering? Moeten we toch ook niet willen met z'n allen? Hey, zien jullie dit? Ik maak gewoon gebruik van mijn eigen paadje. Awesome. Ik had ook gewoon zo kunnen rennen. Maar ik heb niet voor niks een paadje aangelegd. Dus op zich is het wel heel fijn dat ik hem ook daadwerkelijk eens een keertje ga gebruiken. Iron ingots. Ga met mij mee. Zit hier nog iron ingots in? Nope. Dat is altijd pittig awesome. 1, 2 stokjes. 1, 2 stokjes. Laten we nog maar eentje extra maken. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Geef mij een extra iron pickaxe. Met die dingen die komen altijd van pas. En dan droppen we de rest van het ijzer keurig netjes in de dure dingenkist. Waar het thuis hoort. Dan raak ik het ook niet helemaal kwijt. Ik kan die trouwens ook niet tegen. Dat deze boom 2 verschillende soorten kleuren heeft. Niet goed. Die boom heeft een beetje een gespleten persoonlijkheid. Hij weet niet of dat hij een bruine boom of een witte boom moet zijn. Hij snapt het niet zo goed. Hij is misschien een beetje... Misschien heeft hij wel last van het Michael Jackson syndroom. Die wist ook niet of dat hij nou bruin of blank moest zijn. Wist hij ook niet. Cobblestone. Waarom gaat die stone in de kobbel? Dan moet hij niet in. Die moet gewoon hierbij. Hoppakee. Deze gaat eventjes bovenop elkaar. Deze gaat dan hierin.
Deze gaat hierbij. Graniet hebben we niet nodig. Die gaat dan daarin. Flint. Waar heb ik flint in gedropt? Heb ik het hierin gemikt? Nee. Ga me niet vertellen dat ik flint... Op zich kan flint dan wel bij de gravel. Toch, daar hoort het eigenlijk wel een beetje bij thuis. Iron ingots moest nog in de dure dingenkist. Dat was ik eigenlijk aan het doen. Die gaat daarin. Deze andesiet. Of dioriet. Ik kan die dingen altijd op elkaar. Andesiet, dioriet. Ik weet nooit het verschil. Deze moet dan hier in glas. Hebben we nog ergens een glaskist? We hebben wel een zandkist. Hier geloof ik. Was dit een zandkist of niet? Voor mij wel, hè. Glas. Dat gaat dan daarin. Oh, het hoort wel een beetje bij, toch? Appeltje kunnen we opeten. Redstone gaat in de dure dingenkist. Mochten jullie die ook nog nodig hebben. Oh, die kunnen we wel gebruiken binnenkort. Om extra redstone lampen te maken. Maar dan moeten we eerst terug naar de nether. Want we moeten meer netherkwarts hebben. Misschien is dat wel een dingetje voor morgen, jongens. Dat we eventjes morgen redstone lampen gaan fixen. Die we dan ook daadwerkelijk kunnen gebruiken voor de bovenverdieping van mijn huis. Dan kunnen we eventueel het balkon, wat het uiteindelijk moet worden, ook verlichten met redstone lampen. Best op zich wel pittig cool. Misschien dat ik ze dan maar een beetje kan wegwerken in de muur of zo. En dat we dan een redstone kabeltje ernaartoe doen. Op zich wel heel erg interessant om eens eventjes over na te denken. Mochten jullie nog ideeën hebben voor mijn huis, basically. Want mijn huis is op zich best wel bijna af. Er moet er nog een heleboel gebeuren. Maar we gaan in ieder geval richting het einde van mijn huis. Mochten jullie daar nog toffe ideeën voor me hebben, laat ze achter in de reacties. Mocht je nog een like over hebben voor deze video van Minecraft Survival, zijn altijd welkom op Vaku Games. Gooi hem onder deze video. Knal er eventjes een like op. En mocht je nog niet geabonneerd zijn op Vaku Games, dan kun je het natuurlijk doen onder de video. Of wat je ook zo meteen zou kunnen doen, is eventjes op het zwart-witte Vaku Games logo in het eindscherm klikken. Super easy. En mocht je nog niet geabonneerd zijn op mijn tweede YouTube kanaal, klik dan ook op het wit-zwarte logo. Zwart-witte logo, zwart-witte, wit-zwart. Het is allemaal Abonneer gewoon op Vaku Games en Vaku Nova via het eindscherm. Ik hoop jullie morgen weer terug te zien. Dan gaan we natuurlijk lekker vrolijk verder bouwen. En waarschijnlijk gaan we eerst eventjes naar de nether. Dat lijkt me wel slim. Dus mochten jullie er morgen nog bij willen zijn, je bent van harte welkom. Voor nu, bedankt voor het kijken, bedankt voor het liken. En hopelijk zie ik jullie morgen dus terug bij de volgende aflevering van Minecraft Survival hier op Vaku Games. Mazzel!